Oké, ze zeggen, er wordt vaak van Westfriese gezegd dat het een vrij nuchter volk is. En misschien ook wel een nuchter publiek. Ervaart u dat ook zo of valt u dat mee? Ik ben vaak in West-Friesland geweest en ik heb van nuchterheid niet veel gemerkt. Eerder, als ik hartelijk wil zijn, het tegendeel, er wordt hier behoorlijk geconsumeerd. Maar wat ik eigenlijk bedoel is, men is heel plezierig en spontaan vanavond zeker. Komt dat misschien omdat het uw fans zijn, of fans, als ik het zo mag zeggen? Ik bedoel, of zou dat komen doordat ze misschien, ondanks dat ze u misschien helemaal niet kennen, dat de teksten ze echt in ontroering brengt? Of gaat u ervan uit dat er een vast publiek in de zaal zit, dat echt uw LP's ook heeft, bijvoorbeeld? Ja, ik denk wel dat u gelijk heeft, want ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat mensen ofwel op mijn spoor zitten, of er totaal niets van moeten hebben. En die blijven dan ook weg, hè, die laatste groep. Het gebeurt niet dat iemand is heel toevallig binnenkomt wapperen. God, die dokter Anders P., wat zou dat zijn? Men is of voor of tegen. Er wordt ook niet gezegd, het gaat wel, het is wel leuk, gaat wel. Men is er helemaal op gesteld of men wijst het volkomen af. Het moet heel fijn zijn voor u om daarvoor op te treden. Gebeurt het ook wel eens dat er echt weinig mensen zijn die naar u komen kijken? Ik bedoel, hier zit in een dorp, een betrekkelijk klein dorp. Eigenlijk, ze komen naar van heinde en ver waarschijnlijk. Het kan dus ook voorkomen dat het een keer niet uitkomt. Of dat er dus weinig mensen komen door weersomstandigheden bijvoorbeeld. Loopt u zelf dan ook lekker met uw optreden? Ja, ik moet zeggen, het gebeurt heel weinig. En dat is dan vaak te wijten aan te late informatie bijvoorbeeld. Dat is werkelijk een uitzondering dat ik met weinig mensen zit. Maar de mensen die komen, die komen heel doelbewust. Dus de stemming is toch aanwezig. Moet u echt vanavond met de trein terug? Dat stond in de krant, dat u de laatste trein moest halen. Misschien weet u daar zelf niets vanaf. Of is het een grap van uzelf? Ik vraag me af. Nee, dat is geen grap. Ik reis met openbaar vervoer. Ik heb wel een rijbewijs. Maar ik woon in het centrum van Amsterdam en daar heb je veel meer ellende dan gemak van een auto. Dus ik reis met de trein en eventueel taxi. Uw teksten, baseert u die ergens speciaal op? In het begin had u het over planten, et cetera, en over agrarische toestanden. Neemt u een bepaald thema voor een bepaald programma, voor een bepaalde lengte van het seizoen? Nee, niet voor een programma. Ik heb dit thema niet genomen, maar dat is mij verstrekt. Er was namelijk een radioprogramma dat draaide om land en tuinbouw. En de producer daarvan vroeg of ik wilde meewerken. Hij wilde het een beetje opvrolijken. Tussen de gesprekken met kwekers door en allerlei land- en tuinbouwnieuws. Ik had dus de taak op mij genomen om per week een eetbare plant te bezingen. Ik wisselde dat af. Een groentesoort, dan weer een vruchtensoort, dan weer een groentesoort enzovoort. Ik ben altijd bijzonder in mijn schik met zulke verplichtingen, want dan ga je over onderwerpen schrijven waar je niet de minste boodschap aan hebt in het algemeen. En dan ga je er eens echt voor zitten. Het is natuurlijk heel makkelijk, maar niet inspirerend om te schrijven over dingen waar je al de hele dag mee rondloopt. Of die je erg goed herinnert uit je jeugd. Of wat in de krant staat. Dat is zo opgelegd. Ik heb veel liever onderwerpen die uit de lucht komen vallen, doordat ik met een bepaald radioprogramma samenwerk. En waar ik dan iets in moet zoeken dat mezelf interesseert. Waar ik dus een invalshoek moet vinden. Zodat het voor mij ook aangenaam wordt, want dat is toch wel de bedoeling. En zo heb ik jaren eerder al eens een programma gehad. Ik had het niet, maar in ieder geval, ik was erbij betrokken. En dat ging over de organen van het menselijk lichaam. Dus toen heb ik nummers gemaakt over oren en neuzen en voeten enzovoort. Dat is dan ook weer zo'n geval waarbij je onderwerpen aangegeven krijgt. Waar je dan eens echt ingaat
vroeten, van wat kan ik eruit halen? Nu zegt u over een programma van een paar jaar geleden. U heeft dus in al die tijd flink wat teksten gemaakt en uitgevoerd. Nou is er straks na de pauze mogelijk om verzoeknummers aan te vragen. Mijn vraag is, kent u al die nummers uit uw hoofd? Want ik heb hier een LP. Een oude LP, dit is dus, kijk. Ja. Nou, dat is een tijdje geleden, neem ik aan. Als ik nou zeg van goud, goud, kent u die tekst dan zo uit uw hoofd oprakelen of heeft u daar een speciaal boekje voor? Nou, er zijn nummers die zo oud zijn en die ik al zo lang niet meer gebruikt heb, dat ik daar inderdaad moeite mee zou hebben. Toevallig goud, goud, dat wordt nog wel eens gevraagd. En het hangt natuurlijk ook van je eigen conditie af. Als je klaar wakker bent enzovoort, dan wil het nog wel eens sneller voor de geest komen dan wanneer je moe bent. Maar ik denk dat ik goud, goud vrij geloofwaardig en foutloos. Ja. Het is toch wel redelijk geheugen. Vanavond speelt u alleen op de piano. Op zo'n LP zijn waarschijnlijk wel meer instrumenten te horen nu ook. U heeft een pianist privé of doet u het voor uzelf alleen? Wel, nee, ik heb geen pianist privé. Ik treed ofwel alleen op, en dan begeleid ik mezelf, of ik treed op met het Amsterdamse Philharmonisch Trio. Dat is piano, viool, cello. En dat zijn alle drie solisten. Het zijn zeer, zeer goede mensen. En de pianist arrangeert ook heel bekwaam. Dus het is een feest om met die mensen samen te werken. Nou heb ik gehoord dat u laatst wat opnames heeft gemaakt. Toch zijn er niet echt veel feiten op de radio te horen, laat ik het zo zeggen. Ik kan me de hit Heen en Weer herinneren, toen ik op de lagere school zat. Ik denk als je nu iemand op de lagere school vraagt naar Dr. Anders P. of noem eens een hit, dat ze daar wat meer moeite mee zullen hebben. Vermijdt u die publiciteit? Doet u liever aan optredens of heeft dat een andere oorzaak? Nou, mede doe ik het niet, maar zoeken doe ik het even min. Kijk, de situatie in het platenwezen is de laatste jaren zodanig dat de handel een LP alleen in huis wil hebben als er een hit aan vastzit. De laatste LP die ik heb gemaakt, dat was met het Resistentieorkest. Nou, al zeg ik het zelf, dat waren heel goede nummers. Maar er was geen enkele hit bij. En dan loopt zo'n plaat bijzonder langzaam, want de winkeliers durven het niet aan. De hits, die hele machinerie, moet de LP eigenlijk over de toonbrank duwen. En er is een platenmaatschappij die interesse heeft voor mijn samenwerking met het trio. Ik hoop dat er iets uit voortkomt, want ik wil best wel weer een plaat maken, omdat het tenslotte bevredigend is als je toch vrij serieus op nummers hebt gewerkt met z'n vieren. En dat dat nu eens wordt vastgelegd. De hit Heen en Weer, dat heeft wel uw naam bepaald, vermoed ik. Ja, dat denk ik ook wel. Dat was eigenlijk de eerste hit waarmee ik zelf voor de dag kwam. Het was niet mijn eerste hit, want die heeft Adele uitgevoerd. Dat was Wat heb je gedaan dan? Nog een vraag. U spreekt hier een interview voor Piraat onder andere. Daar wordt het uitgezonden. U heeft liever niet dat er opnames gemaakt worden bij de programma wat u maakt. Als wij één nummer op zouden nemen, zou dat geen promotie voor uzelf betekenen? Of heeft u daar geen behoefte aan? En wat vindt u zelf verder van de piraterij, als ik zo even mag vragen? Nu, ik ben eerlijk gezegd tegen piraterij, omdat ik oordeel alles leek. En ik denk dan vooral aan radio, omdat radiopiraten in Amsterdam tenminste meestal toch een onderneming zijn van de onderwereld. En omdat ze allerlei goede programma's volkomen wegblazen. En je hoort mensen steen en been klagen dat ze
een klassiek concert willen horen en dat wordt omvergetoeterd door een piraat. Dus daar ben ik op tegen. Een interview, dat is iets anders. En promotie voor een piraat, nee, dat lacht mij eerlijk gezegd ook niet zo erg toe. Nou ja, we hebben hier geen last van onderwereldfiguren eigenlijk. Maar dat doet er verder niet zoveel toe. Ik had nog één vraagje. Over het begin van u als dokter Anders P, dat u dokter Anders bent, dat is ondertussen wel een bekend feit. Maar kunt u me vertellen wat uw inspiratie is geweest om eigenlijk dit werk te gaan doen? Ja, kijk, die inspiratie bestond al heel lang. Als student maakte ik al liedjes, die waren nog niet zo onvergetelijk, maar ze vielen wel in de smaak. En dat was voor de sociëteit en voor de vriendenkring enzovoort. Wel, door allerlei omstandigheden heeft dat geleid tot een plaatje dat niet in de handel werd gebracht, maar dat bestemd was voor leden van het Rotterdam Studentenkoor en hele goede relaties daarvan, oud-leden en zulke mensen. En Willem Duis kreeg zo'n plaatje in zijn bezit, draaide dat veel voor de radio. En toen ik terug was in Nederland uit Indonesië, heeft hij er werk van gemaakt dat ik nu eens een plaat voor de handel zou maken. En hij haalde mij in zijn programma voor de vuist weg. En toen begon dat allemaal te draaien. De naam Dr. Anders P, dat is een pseudoniem. Is dat een pseudoniem vanwege de bekendheid, dat u niet uw eigen naam, dat die in de bekendheid komt? Of is het een naam ter herkenning van het grote publiek? Dat is denk ik Dr. Anders P, dat ligt makkelijker dan uw eigenlijke naam. Nou, mijn eigenlijke naam is, of klinkt in ieder geval Duits. Ik ben Zwitser. Ja. En aangezien het een Duits klinkende naam is, vond ik het niet zo geschikt. Het was in feite Willem Duis die als pseudoniem voorstelde Dr. Anders P. En daar kon ik direct mee akkoord gaan, omdat het een heel korte naam is. En het heeft iets geheimzinnigs. En wat ook vooral niet verwaarloosd mag worden. Het bewaart toch een zekere afstand. Als je pseudoniem is Jan Keukenbreuk, dan zal Jan en allemaal tegen je zeggen, ha, die Jan. En dan denken ze dat ze enigszins over je kunnen beschikken. Mensen die je voornaam kennen, die ontlenen eraan het recht om heel joviaal en oude jongens krentenbrood te doen. En dokter Anders, dat is toch een drempel. Hè? Goed. Ten slotte nog twee vraagjes. Ik vraag me af of u wel eens gewoon nog zenuwachtig bent, ouderwets of misschien ook nooit geweest. En er heeft eens een interview in de Panorama of Nieuwe Revue, ik weet het niet, gestaan, dat hij nog wel eens over een slaafje zou willen beschikken. Kunt u zich dat herinneren? Over een slaafje? Ja, ik weet het niet meer precies, maar dat zoiets heb ik gehoord. Misschien dat het helemaal niet klopt, of misschien een beetje. Kunt u dat toelichten? Ik denk dat u in de war bent met Gerard Reven. Ik heb nooit gezegd dat ik zo happig was op een slaafje. Maar ik zal wel eens, min of meer schertsend, hebben gezegd dat de slavernij eigenlijk nog niet zo'n slechte toestand was. Zolang de slaven goed werden behandeld. Ja. Wat die eerste vraag betreft, zenuwachtig was ik in het begin natuurlijk wel. En nu niet meer. Nee. Nu ook niet meer voor het interview, neem ik aan. Ja, u zweet, maar dat komt door de warmte die u nog heeft. Dat komt door de temperatuur. Ik heb geen reden om zenuwachtig te zijn, want ik kan redelijk uit mijn woorden komen. En ik til er ook niet zo zwaar. Een routineklus? Nee, maar ik ben blij dat u het zegt, want dat is het niet. Ik zou er geen routine van willen maken, want dan werd het vervelend voor me. Het moet geen industrie worden. Ik treed alleen op daar waar ik verwacht dat het prettig zal zijn. Dat ik mensen vind waarmee ik kan praten, waarbij ik me thuis voel. Dus ik zal nooit naar een personeelsfeestje of zoiets gaan. Maar nu ben ik even de draad kwijt. Of de routineklus was, daar ging het over. Ja. Nee, het gebrek aan zenuwachtigheid.
Dat schreef u toe aan routine. Ja, routine heb ik natuurlijk wel. En, dat helpt enorm. Maar je zou het geen routine klus mogen noemen in de zin van... even kijken, vandaag een snabbel in Oostvoerne, geloof ik. Oh ja, en dan morgen moet ik naar Middelharnis. Nee, daar zou ik van gruwen. Het is mijn bestaan niet. Het is een plezierige en niet onbetaalde hobby. Maar ik beschouw het niet als mijn levensvervulling. Ik ben schrijver. En daar steek ik verreweg de meeste tijd in. En dat vind ik ook wel belangrijker, omdat dat blijft, dat is in druk verschenen en dat moet toch enige tijd overleven. Dat beschouw ik dus wel als mijn werk. U moet straks alweer bijna beginnen. Ik denk dat ik er maar een eind aan ga maken. Nog even vragen. U zei dat u schreef. Kunt u de laatste titel van uw boek noemen waar het ongeveer over gaat? En de echte allerlaatste vraag is, en die heb ik al eens eerder gesteld aan iemand, aan Herman Brood. Die gaf een heel leuk antwoord. Ik ben benieuwd wat u antwoordt. Vindt u zelf intellectueel? Dus dat boek en of u zichzelf intellectueel vindt als dokter Anders. Ja, het laatste boek, laat me even denken. Dat is geweest. Ik zou er eigenlijk twee moeten noemen. Eén dat in het openbaar is verschenen. En dat heet Het Rijmschap Compleet. Dat heb ik samen met Ivo de Wijs gemaakt. En het allerlaatste boek, dat is een nieuwjaarsgeschenk van goede vrienden van me in Nijmegen. Die laten ieder jaar een klein goed verzorgd boekje maken voor hun vrienden, kennissen en relaties enzovoort. En dat heet Antwoord uit Leiden. Maar dat is niet in de handel, dat is maar in een kleine oplaag. Ik moet mezelf wel intellectueel vinden. Ik heb tenslotte gestudeerd. Het zou schandelijk zijn als ik dat, ontkende. Nou goed, ik denk dat we het hierbij laten. Ik zou zeggen succes nog verder, want ik denk dat dat toch altijd van wie dan ook, of de koningin het zegt of ik, toch een hulp is in in een carrière die je opbouwt. Het zij een hobby, het zij echt. U hoeft niet meer, maar het lijkt alsof u nog wat gaat zeggen. Mag ik het nog eens precies horen? Ik heb het niet. Ik wens u succes, ja. Maar u bent er eigenlijk al. Nou zei ik van, dat succes van mij, dat heeft misschien toch nog nut, ook al komt het van de koningin of komt het van mij. Als je iemand succes wenst die er al is, heeft dat toch nog nut. Als ik zeg van nou, succes van gewone mensen dus. Zoals ik noem mezelf dan een gewone man. Nou, nut, je moet het allemaal niet zo zakelijk en cijfermatig zien. Maar het doet je goed. En dat meen ik echt kan gebeuren. In Antwerpen, op straat, een oude dame me aanhoudt en zegt, u bent toch dokter Anders P., ik geniet zo van uw liedjes. Of als een kind de straat oversteekt om me even een handje te geven, of een stratenmaker die roept, dokter Anders. Dat is contact. Ik hou het helemaal niet van een hysterische bewondering. Ik zou nooit een Beatle hebben willen zijn of een Michael Jackson. Maar dit is heel iets anders. Dat is hartelijk, dat is niet overtrokken, dat is niet buitensporig, maar dit is echt contact. Nou, bij deze bedank ik u dan voor het interview. U moet bijna weer beginnen. Ik zou zeggen, veel plezier verder mee en een prettige thuisreis in de trein. Tot ziens. Ja hoor.